Veerboothouders in Kommewijnen weigeren nog steeds te varen. De boothouders en het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme hebben nog geen overeenstemming bereikt over de tariefsaanpassing. De boothouders, die eerst een tarief eisen van 10 SRD per passagier, willen nu genoegen nemen met 5 SRD. Het ministerie heeft echter een tarief van 3 SRD uitgerekend per rit. De boothouders gaan hiermee niet akkoord. De boothouders vormen een belangrijke schakel in het transport tussen Marowijne, Kommewijne en Paramaribo. Dagelijks maken enkele duizenden mensen gebruik van de diensten van de boothouders.